Guilain. Daar is Jaspers. En die schiet maar in. Dat is het eerste doelschot in feite in de wedstrijd. We spelen 8 minuten en het is een doelpunt en het is een Brussels doelpunt. Even wat ruimte. Mark van der Linde, 20 minuten gespeeld. En wie is het? Severijns. Ja. Bijna een half uur ver. Oh! Dirk Veekman compleet verrast door dat schot van Hans-Peter Leenhof. Een paar minuten later deze Antwerp aanval. Marima naar Van der Linde. Die zoekt steun, lijkt de bal dan te verliezen. Toch nog Severijns, maar die laat zich gretig vallen over het been van Barmos. Strafschop volgens scheidsrechter Schelings. Barmos denkt er natuurlijk anders over. Maar daar is Van der Linde met de penalty. 3-1 voor Antwerp. Felicitaties, zowel voor Mark van der Linde als voor Francis Severijns. Jaspers, Bulleny, Caret en in de richt geduwd en strafschop. De spektakel is er genoeg met nog 35 seconden te spelen. Roland Jansen gaat het proberen, zal ik zeggen. Wim de Koning op de lijn. En dus 3-2 in de 45ste minuut. Lovie. Pister en dan Severijns weggestuurd. Adriaans moet hem voorbij laten. Onstuitbaar alweer vandaag. Daar gaat hij vliegen. 4-2, 8e minuut. Tweede helft. Zijn tweede doelpunt komt ermee in de top. Van Rooij. Pister weggestuurd. Severijns, zo simpel is het. Voilà. Zijn hat-trick, zei het, geen zuivere. 18 minuten ver in de tweede helft. Van der Linde. Pister. Van der Linde. Voorbij. En dan via de paal erin. Ja, het zou verrassend geweest zijn mocht Antwerp meer in de eerste helft hebben gescoord dan in de tweede. Van Rooij dus 10 tegen 10 met een gekwetste Severijns buiten de lijnen naast de toel. Mark van der Linden aan de bal. Pister. Leenhof. Van Reti. Oh la la. Kan niet op vandaag. Alweer een memorabele voetbalavond met al wat voetbal spectaculair maakt. Rob en eraan.